Ja, ik ben massa positief al met het nieuws van vandaag. En, de Duitse acteur Guts Joos, 77 jaar, is overleden. Hij was vooral bekend als zijn rol als commissaris Horst Szymanski in de serie Tatort. De Tatort had met name in de jaren 70, 80 en 90 veel succes, met name in Nederland. Werd ook door de Tros uitgezonden. Ik ben altijd een enorm grote liefhebber geweest van Duitse krimis. Ja, de commissaris natuurlijk, Dirk, De Alte en natuurlijk Tatort. Ja, vooral Tatort vond ik een fantastische serie. Ja, de heer Szymanski, dat was dan de acteur in Tatort, heeft diverse prijzen gewonnen. Heeft onder andere de Golden Camera gewonnen en ook de Bayerische Filmprijs gewonnen. Ja, hij heeft in diverse films gespeeld en hij was natuurlijk bekend, met name door de serie Tatort. Geboren in Berlijn in 1938 en ja, hij is niet meer, maar ik heb genoten van de serie Tatort. En stoere Szymanski, die toch heel ruig in de serie zijn werk deed en als regisseur, commissaris, kan ik beter zeggen. Ja, super. Maar nogmaals, hij is niet meer. Tatort is misschien nog wel ergens op YouTube te vinden, de serie. Ik vond het een super mooie serie. Maar helaas is deze meneer overleden op 77-jarige leeftijd. En de volgende keer meer nieuws en ook show, biswereld. Van alles: sport, cultuur, humor, serieuze zaken. Natuurlijk ook de EK, waar we natuurlijk regelmatig aandacht aan schenken. En hedendaagse nieuws, ook uit de criminaliteit en andere belangrijke nieuwsberichten die op mijn pad komen. Tot de volgende keer en blijf me volgen. En, ik ben benieuwd wat jij vindt van de serie, als je je tenminste nog kan herinneren. Het is natuurlijk wel enige tijd geleden, maar van de serie Tatort. Wat je daarvan vond. Ik vond het, zoals ik al zei, fantastisch. Maar ik ben benieuwd wat jouw ervaringen zijn met deze serie, die toch heel erg populair was in Nederland. Tot de volgende keer!